Het WK is al aan de gang. De mensen hier in Arnhem gaan vandaag zelf voor scheidsrechten spelen. Ik ben benieuwd wat de mensen van het WK vinden. Oh. Blauwe kaart, oké. Okay. Nederland nummer 1. Bij elke stelling mogen de mensen een rode kaart of een blauwe kaart opsteken. Een rode kaart betekent dat je het oneens bent met de stelling. En met een blauwe kaart support je de stelling juist. Ondanks dat er mensenrechten zijn gescholden tijdens de bouw van het stadion in Qatar, wordt het WK daar toch gespeeld? Vinden jullie dat dit kan of vinden jullie dat, dat dit echt te ver gaat? Ja, waarom niet? Waarom zou het niet kunnen? Okay, een blauwe kaart. Blauw. Ja, ik ben het ook wel mee eens. Maar dat is meer omdat het zo'n groot... Zo'n grote organisatie. Ik denk dat als je dan daartegen wil gaan zijn en ook natuurlijk met Qatar, dat dat zoveel geld heeft met omkoperij. Ik vind niet dat het kan, want er mensen gaan daar gewoon dood alleen voor een voetbalwedstrijd. Ik denk dat het gewoon ergens anders eigenlijk wel moet. Jullie geven de rode kaart? Ja, rode. Ik kon me gewoon net zo goed een land pakken waar al stadions stonden, maar ja. Spelers dus die het veld in lopen met zo'n Van Loven en krijgen meteen een gele kaart. Vind je dat dit terecht is of vind je dat dit onnodig is? Ik vind het onterecht. Ja, ik zwaar, vind het gewoon onterecht. Moeten kunnen. Toen het allemaal slecht dingen in andere landen gebeurde, deed ze niks en nu niks. Nu het gebeurt met LGBT plus en VIP of zo. Moet zo band en al dat soort dingen. De ene speler doet wel en de andere speler doet het niet. Ik vind dat of je doet niet of je doet met z'n allen. Ik vind dat het goed is zo. Het is een beetje vanzelfsprekend. Iedereen is gewoon gelijk. Je hoeft geen band voor te dragen om het gelijk te maken. Het is niet echt veel verschil als je een band gaat dragen of niet. Zeg maar, daarnaast nog interviews, zeg maar. Als je dan zegt, dan is het prima. Rode kaart, ja. Ik vind gewoon iedereen is gelijk. En ik snap natuurlijk in Qatar dat dat allemaal anders is. Maar het WK gaat, laat maar zeggen, niet alleen om Qatar, maar het gaat om spelers van heel de wereld. Oké, bedankt voor het kijken iedereen. En ik hoop dat jullie hebben genoten van onze WK-interview. En tot de volgende video. Later, chabos.